Welkom dames en heren bij de grote bubbeltest van Dub. Die is terug van nooit daar geweest, maar eens moet de eerste keer zijn. Bubbels, champagne, hoe je het wilt noemen. Wij gaan vandaag testen wat de goedkoopste, maar lekkerste champagne is die je in de supermarkt kan krijgen. Binnen bij de Cambridge Bar hebben we een vlot panel van diergeneeskunde mensen zitten die het voor jullie gaan uittesten. Zodat jij de man kan zijn op je nieuwjaarsfeest of oudjaarsfeest, kerst. Wat dan ook, alles wat in decembermaand is. Laten we naar binnen gaan. Ik sta hier naast onze sommelier van vanavond, Martijn. Martijn, kan jij wat over jezelf, over jouw kennis vertellen? Hoe jij aan je kennis bent gekomen en wat we hier voor ons hebben staan? Ja, nou, ik heb jarenlang gewerkt in slijterijen. Bij de Galagal en bij de Mitra slijterijen heb ik gewerkt. En ik ben nu bezig om zelf wijnproeverijen te geven voor studentenverenigingen, voor vriendenclubjes, voor allemaal van dat soort, gewoon voor de lol, want dat is wat ik doe. Deze wijn, de Freixenet, dat is een Spaanse cava. Dat zijn over het algemeen wat droge wijnen. En deze die, is veel te kopen in supermarkten en slijterijen. Dus die wordt vaak gebruikt als alternatief voor dure champagne. De andere wijn. Deze wijn is een cava van de HEMA vandaan. Die is daar voor 7,50 te kopen. En die is door wijnrecensenten heel goed beoordeeld. Dus ik ben benieuwd of dat bij ons ook een hoge score krijgt. Dit is de huismerkbubbel van de Galagal. Dit is een Italiaanse frisante. Die heeft wat minder sterke bubbels erin zitten. Dus dat is een wat rustigere bubbelwijn. Mousseert niet zo heel erg. En wat kan je over deze vertellen? De Lindemans, dat is een wijnhuis wat te koop is bij de Albert Heijn. Een Zuid-Afrikaans wijnhuis die veel mooie wijnen maken. Veel mooie rode wijnen, witte wijnen zijn erg goed. En die hebben ook een bubbelvariant. En dat is de Lindemans Brut. Dus dat moet een mooie droge wijn zijn. Die daar ook goed uit de regio komt. En dit heb ik ook wel eens een keertje eerder gezien. Ja, de Martini die is met de Prosecco's en de Asti's natuurlijk ook populair. Deze variant is de Martini Asti. Dat is een zoetere druif. Dus dat geeft ook een zoetere, fruiterige bubbelwijn. Deze is eigenlijk een beetje een valspeler, want het is officieel geen echte wijn. Dit is een Franse cider. Is gemaakt van gefermenteerde appels. Zit wel een lekker bubbeltje in, maar smaakt toch wel heel wat anders als dat je wijn maakt van druiven. Deze wijn is de huismerk van de Albert Heijn zelf. Ik vraag me af in hoeverre die verschilt van de frisante van de Galagal, want het komt uiteraard ook van dezelfde inkopers vandaan. Ik ben benieuwd hoeveel verschil er zit tussen de huismerk Galagal en de huismerk van de Albert Heijn. Dan gaat Martijn nu de avond feestelijk openen volgens mij. Ja hoor! Nou, daar is hij. Nou, het voorstel rondje kan beginnen. Klaar voor de start af? Hi, ik ben Marlies. Ik ben 21 jaar. Mijn mousserende wijnervaring is nou ongeveer een 4, zeg ik. En ik studeer diergeneeskunde. Ik ben Linde. Ik ben 20 jaar. Mijn mousserende wijnervaring is vooral kinderchampagne, denk ik. En ik doe ook diergeneeskunde. Wat een mooi cijfer, kinderchampagne. Ik ben Monique. Ik ben 22 jaar. En mijn mousserende wijnervaring is een 2. Welke studie doe je? Oh, ik doe diergeneeskunde. Oh, wat leuk. Ja. Hoi, ik ben Evert, 22 jaar. Mijn mousserende wijnervaring is een 0. Ik heb nog nooit champagne op, denk ik. Behalve op nieuwjaarsdag, 1 glaasje. Wat was het laatste vraag? Oh, ik studeer diergeneeskunde. Leuk. Hoi, ik ben Matthijs, ik ben 31. Mijn mousserende wijnervaring is een 1, denk ik. En ik studeer ook diergeneeskunde. Origineel. Mijn naam is Danny, ik ben 21 jaar. En mijn mousserende wijnervaring is denk ik ook een 3. De af en toe champagneglaas tijdens de nieuwjaarsdag. Verder ook niet zoveel. En ik studeer ook diergeneeskunde. Mooi! Allemaal diergeneeskunde mensen. Marlies, we hebben mousserende wijn 1 net achter de kiezen. Mm-hmm. Hoe proeft hij? Ja, ik vond hem heel lekker. Ja? Hij is, er zit gewoon genoeg bubbels erin. En hij is niet te zoet, maar hij is wel gewoon lekker fris. En ook niet heel bitter of zo. Dus ik vond hem heel lekker. Ik zou hem een 8 geven, zeker.
Linde, nou, we hebben de tweede alweer achter de kiezen. Hoe zou je hem omschrijven? Ik vind deze wat minder lekker dan de vorige. Deze is wat meer fruitiger, wat zoeter, wat sterker in de bubbels. Dus ik vond deze minder lekker. Wat voor dag zou je deze drinken? Ik denk een beetje dag zoals vandaag, heel erg regenachtig. Een beetje storm, harde wind, als het moet. Duisternis, zwart. Oké, mooi. Nou, ik zou zeggen, laten we naar de derde toe gaan. Mo, ja. Lieve schat, zeg het eens. Wat vond je ervan? Nou, het is best lekker als fris drankje voor bij het eten of zo. Maar het is geen mousserende wijn natuurlijk. En geen drank om oud en nieuw op te vieren. Als slijter, ja. Word je dan elke dag met de kater wakker? Niet elke dag, maar als student vaker met een kater dan als slijter. Zijn veel alcoholisten, hè? Ja, bij die studenten wel. Oh. mousserende wijn 4. Evert, jij als ras echte wijnkenner, wat is jouw mening hierover? Nou, dit is een mousserende wijn zoals een mousserende wijn hoort te zijn. Ja, zo zie je ze zelden natuurlijk. Dat is een prijsklasse die te hoog is voor ons als gemiddelde student. Ik heb er dus ook veel van genoten. Ik zou graag nog een glaasje extra hebben. Matthijs, ik ben heel benieuwd wat jij van de wijn vond. Ja, hij was eigenlijk best lekker. Ik ben dus absoluut geen drinker van de mousserende wijn. Niet zeggen. Niet zeggen? Nee. Oh, jammer. Danny. Nou, zeg het maar. Ja, wat vind je van? Nou, ik vond hem zelf wel persoonlijk wel lekker. Ik vond hem zelf wel een soort wat drogere smaak hebben. Ben zelf een voorstander van een goede, lekkere Chardonnay. Dus op zich, deze mousserende wijn kwam wel in mijn straatje terecht. Voor de rest, ja, de bubbels waren licht, maar wel goed verteerbaar. Niet zoals zo'n overtreffelijke en Moët Chardon, waar je best wel veel, echt best wel aanwezigheid van bubbels. Dat ik meer bubbels loop te drinken dan ik werkelijk de drank loop te drinken. Ja. Het loop te drinken? Ja, loop te drinken. Ik ben altijd wel bezig met een glas in mijn hand en dan zitten doen we niet zoveel. Maar ik vind hem zelf wel best wel voortreffelijk en ik zelf geef hem wel een 9 eigenlijk. Wat verdoen ja. Nou Martijn, 3, 2, 1. Daar is hij dan, de top 3. Laten we beginnen met wijntje nummer 3, wijn nummer 5. De AH Huismerk Frisante. Een opvallende keus, want het is een redelijk lichte wijn. Maar blijkbaar heeft hij toch nog een goede score gehad. Op naar nummer 2, wijn 1. Freixenet, een droge cava. Nou, je hoorde van het testpanel al dat ze zeiden dat ze wel hiervan een beetje droge, vollere witte wijnen. Dus dan is het ook niet zo vreemd dat de droge Spaanse cava op nummer 2 staat. En nummer 1 is de Zuid-Afrikaanse Lindemans. Dat is, Zuid-Afrika geeft natuurlijk altijd al droge wijnen. Dus dat is geheel in lijn met de nummer 2 die erachter staat. Er is ook een bochtwijntje. Dat is wijn nummer 7. Misschien is er ook een onbekend merk. Misschien kan je er wat meer over vertellen. Ja, dat is een merk dat kom je maar af en toe eens tegen. Dat is namelijk de Martini. Daar moet wel bij gezegd worden dat dat niet de Martini Prosecco is die veel mensen kennen. Maar de Martini Asti. En dat is de zoetere variant. Nou, het panel is tevreden. Die zitten binnen nog lekker de flessen leeg te drinken. Voor mij zit erop. Het was een gezellige band hier op de Cambridge-laan. We weten nu dat de Lindemans de beste mousserende wijn is. Want ik maakte misschien een foutje in het begin dat ik champagne zei of wat anders, bubbels. Maar mousserende wijn is er dus. Ik laat hun lekker binnen verder proeven. Ik heb eigenlijk de ballen verstand van wijn, dus ik ga er vandoor. Toedeloe.